Al zo'n 10 jaar is Maarten Koek bezig met kaas. Het is heel divers. Je hebt zo verschrikkelijk veel smaken en types en soorten. En het is niet alleen maar de Franse kaas, maar het is ook, je hebt ook hele mooie kaas uit Zwitserland, maar ook uit Ierland, uit Italië, België komt ook steeds beter. Nederland natuurlijk sowieso altijd met harde kazen geweest, maar daar merk je ook dat daarin steeds meer een ontwikkeling is. Ook met mooie geitenkaasjes. Begin dus over kaas en Maarten is niet meer te stoppen. Dat merkte ook de eigenaar van sterrenrestaurant Perceel. We weten dat hij helemaal daar al jaren mee bezig is en dat hij gewoon heel goed mee bezig is. Hij weet ook heel veel vanaf, rijping, wat voor soorten melk. Hij is er gewoon echt heel erg mee bezig. Eigenlijk geen verrassing dus dat Maarten er na onder meer een kennistest en het samenstellen van een kaasplank vandoor ging met de titel Fromager van het jaar. Maar voor Maarten toch wel. Ik stond er echt zo een beetje flabbergasted van wat gebeurt er hier? En keek naar rechts, zag ik Sherrin en Jos zag ik helemaal uit het dak gaan. En links zaten mijn ouders, die gingen helemaal uit het dak. Ja, en ik ook natuurlijk. De jury was vooral onder de indruk van de combinatie die Maarten maakte van Hollandse kaas met Japanse sake. Maarten legt uit wat die combinatie doet, maar pas op, u krijgt er water van in uw mond. Het brengt elkaar eigenlijk in harmonie. De overjarige kaas heeft eiwitkristallen. Dat komt door het rijpen, geeft een beetje dat knispering. En ook het fruit, een beetje dat nootachtige, licht ziltigheid zit er ook in de smaak. En dat komt ook weer terug in de sake. En nu gaat Maarten gewoon weer aan het werk. En? Vooral nu even nagenieten.